Zin in Noord. Het bestaande gebouw wordt maximaal hergebruikt. De ondergrondse verdiepingen en de circulatiekernen blijven behouden. Wat wel wordt afgebroken, krijgt een nieuw leven. Zo kunnen we tot 95% van alle materialen recupereren of recycleren. Een nieuwe centrale balk verbindt de twee torens, waardoor 14 buitengewoon ruime vloeren ontstaan. Zo krijgt de Vlaamse overheid een maximaal verbonden werkruimte met panoramisch zicht. Meer dan 30 materialen van het nieuwe gebouw zijn C2C gecertificeerd, waaronder de nieuwe betonvloeren, het glas en aluminium in de gevel, de binnenwanden en vloerbekleding. Modulaire afwerkingsmaterialen, zoals de lichte binnenwanden en uitneembare verhoogde vloeren, maken van Zin in Noord een uiterst flexibel en aanpasbaar gebouw. Op de tussenliggende verdiepingen komen er appartementen en een hotel. Dit geeft een gebouw waar altijd leven is, 24/7. Dankzij een doordachte organisatie van de circulatie kruisen de gebruikers elkaar echter niet en werkt elke functie op zich. Gedeelde polyvalente ruimtes brengen gebruikers en buurtbewoners samen. Een grote serre, een sportcentrum en een daktuin waar mensen elkaar ontmoeten. Centraal gelegen in het hart van de Noordwijk is het gebouw ook vlot te voet, met de fiets en het openbaar vervoer bereikbaar. De publieke parking en meerdere fietsenstallingen vormen de ideale uitvalsbasis voor auto- en fietsdelen. Het gebouw wordt zo een sterke schakel in het stedelijk netwerk. Een enorme daktuin van 1500 vierkante meter met 360 graden zicht. Een volledig groene gevel en een grote serre als oase in de stad. In het kantoor 400 vaste bomen en planten en meer dan dubbel zoveel losse planten. Het gebouw wordt een nieuwe groene long met een gezond, aangenaam en stimulerend binnenklimaat. Een intelligente gevel garandeert comfort op een energiezuinige manier. Zonnepanelen aan de buitenzijde zorgen voor energie en bescherming van de zon. De opengaande ramen zorgen voor verse lucht overdag en een natuurlijke afkoeling 's nachts. Ook de daken worden maximaal voorzien van zonnepanelen, tot in het glas van de serre. Warmte en koude worden onttrokken uit de grond met een KWO-systeem, wat meer dan 60% van de vraag dekt. Een uitwisseling van energie tussen de functies zal het energieverbruik verder reduceren. Via een app worden de gebruikers van het gebouw betrokken en gestimuleerd tot een zuinig energiegebruik. Met een divers programma, gebruikmakend van hernieuwbare energie en opgevat als een levende materialenbank, is Zin in Noord een voorbeeld van de circulaire filosofie. Klaar voor de verandering van morgen, overmorgen en ver in de toekomst.